Dit is een onderwijsbegeleidingsproject. We helpen daarbij jongeren en de ouders ook. De doelgroep zijn jongeren van 8 tot 18 jaar uit gezinnen die financieel minder draagkrachtig zijn. Of uit gezinnen waarvan de sociale omstandigheden wat minder zijn. Die ondersteunen we middels huiswerkbegeleiding. En de ouders ondersteunen we middels een ouderverzorgerproject. VSB Fonds ondersteunt dit project omdat het kinderen en hun ouders een beter toekomstperspectief biedt. Dit project voldoet aan onze criteria omdat huiswerkbegeleiding aansluit op onze beleidslijn arbeid en vrijwillige inzet. Hieronder vallen ook projecten die schooluitval voorkomen en projecten die het mogelijk maken een startkwalificatie te halen. Dit is de kick-off van het ouderverzorgerproject. De ouders gaan vertellen wat ze van de huiswerkbegeleiding vinden, wat ze leuk vinden, wat ze verbeterd willen zien. Wat mij het meest aanspreekt in dit project is de bevlogenheid en professionaliteit van de initiatiefnemer, Wim van der Boom. Hij en zijn team zorgen ervoor dat niet alleen de kinderen een beter toekomstperspectief krijgen, maar dat ook aan de ouders handvaten geboden worden om de kinderen beter te begeleiden. We zijn naar het VSB-fonds gaan omdat we weten dat het VSB-fonds dit soort initiatieven waardeert en ondersteunt. En het VSB-fonds wil ook dat je met andere partners samenwerkt en dat hebben we ook gedaan. Het Oranje Fonds en het Kanfonds, maar ook de gemeente Enschede ondersteunt dit project. Zodat we langdurig het project goed gestalte kunnen geven. En daar zijn we heel erg blij mee.